Een hele goede middag op deze woensdag. Het is 23 juni. Ik ben klaargemaakt en leuk dat je meekijkt naar een nieuwe weekvlog. Het slechte nieuws is dat de ventilator is overleden gisteren. Ik had die zwarte ventilator die daar staat. Dat is deze. Die heb ik 2 jaar geleden bij de blokker gekocht. Ik merkte al wel dat die wat minder goed blies, zeg maar. En ik heb gisteren gerelaxed en ik sta op van de bank. Ik denk, heb ik de ventilator nou uitgezet? Kon ik me helemaal niet voorstellen, want ik had het best wel warm gekregen na het schoonmaken. Maar hij stond dus nog steeds wel op stand 3, maar hij was niet meer in leven. Hij blies niet meer, hij was gewoon op. Dus die kan ik naar boven zetten bij de afdeling kan weg. Ja, daar heb ik niks meer aan, dus ik moet wel even gaan kijken voor een vervangende. Want 2 ventilatoren is wel nodig in dit huis. Dus ik ga even kijken waar het treetje vandaag gaat toveren. Maar ja, dat was wel eventjes een beetje apart. Ik had het ergens wel kunnen verwachten omdat hij niet zo heel goed meer blies. Maar hij is dus niet zo heel lang meegegaan. 2 jaar vind ik vrij kort. Dus ja, dat was even een tegenvalletje. Ik heb gisteravond gestalkt gekeken. Ja, het zijn nu al mijn herhalingen. Dus nou ja, weet je, ik heb ondertussen ook even gegamed. Toen ben ik met de vlog aan de gang gegaan. Het was nog even een dingetje, want ik had natuurlijk op Natalia verjaardag gevlogd. En Lente was een paar keer toch per ongeluk in beeld gekomen met haar gezichtje. Dus ik had even overleg gehad met Natalie van, joh, ik heb een probleempje, want ze is dus in beeld. Dus ik had even dat beeld naar haar toe gestuurd. Ja, ze zegt, voel ik toch wel een beetje te veel in beeld. Dus dat heb ik opgelost door er een emoticon voor te doen, een gezichtje. En nou, dan had ik dat even dat beeld weer naar haar toegestuurd, hoe ik het had opgelost, of dat oké was en dat was goed. En toen vroeg ze of ik nog even de beelden naar haar wilde doorsturen, dus dat ga ik ook nog eventjes doen. Dus dat probeer ik straks even als bullet journal. Ik ben verder gegaan met de bold type gisteren en daarna had ik weer papa dag. En ja, ik kan hem echt wel aanraden als je Videoland hebt, want ik heb gezien dat je hem niet gratis kunt terugkijken, tenzij je NPO Start Plus hebt. Maar dan zou ik hem echt eventjes gaan kijk, als je van series houdt waar je niet te veel over hoeft na te denken. Want ik vond het echt wel heel erg leuk. Dus dat eigenlijk was verder de avond. Verder niet heel veel bijzonders. Ik ga hier zo meteen eventjes lekker aan de gang. De woonkamer doen. Want ik had al ook overgegeven. Dus gewoon weer eventjes lekker. Het is ook zo'n lekker temperatuurtje nu. Het is gewoon echt lekker afgekoeld. Ik denk wel dat ik morgen de lange mouwen uit de kast hou. Omdat het nu vrij cool is en ik soms een beetje kippenvel heb en morgen niet zo heel veel doe. Dus dat ga ik wel even doen. Maar ja, wel lekker. De was die heb ik ook nog opgevouwen gisteren, want die kon ik in de droge doen. Die was eigenlijk zo goed als droog, dus dat was ook wel weer ideaal. Dus wat dat betreft prima. Dus ik ga nu eventjes een emmertje met sop maken, mijn muziekje aanknallen en dan ga ik jullie erbij zetten als ik ga poetsen. Ik heb er weer 2 nieuwe abonnees bij mogen verwelkomen. Superleuk. Dus de stand is nu 382. Dus gaat echt supergoed. Welkom op mijn kanaal, zou ik zeggen. Goed, ik ga de spullen pakken en dan ga ik eerst eens even wat doen. Thank you.
woonkamer helemaal schoon. Echt lekker. Ik voel het ook echt wel weer lekker dat het nu allemaal lekker schoon is. Dus dat is top. Katten hebben net gegeten. Die waren ook lekker aan het smikkelen. Ik heb nog even lekker gebullet journaled. Ik ben even verder gegaan met het tekenen van de doodles. Die heb ik nu bijna af. Ik heb ondertussen ook eventjes de beelden van de Nathalie's haar verjaardag heb ik naar haar toe gemaild. Duurde iets langer, want het moest via maildrop. Want ik dacht eerst, misschien kan ze wel via WhatsApp. Maar dat ging niet. Dus ik heb het even op de mail gezet. Dus die heeft ze ook binnen. Dus maar even kijken wat ze ermee gaat doen. Dus ja, op zich wel lekker. Gewoon alles weer lekker fris. En ja, ik vind het altijd wel een lekker gevoel. Dus ja, heel blij weer. Straks alleen nog eventjes mijn laptop en zo ook even met dat spreekje doen. En mijn telefoon en mijn tablet. Doe ik ook altijd even. Is ook altijd wel lekker. Dus dan ga ik zo meteen nog even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen. Ik heb vanavond gewoon patat. Dus lekker makkelijk. Verder. Vanavond heb je Steenrijkstraat Arm. Dat ga ik even kijken. Dan ga ik even Zeeman confronteert stalkers opnemen. Dan heb ik van het weekend ook nog wat te kijken. Of morgen. Want ik had gisteren ook nog Kees van der Spek opgenomen. Maar ik weet niet precies wat dat inhoudt. Dus dat ga ik wel even kijken. Dan ga ik de thumbnail eventjes maken voor de vlog. Ik kan die morgen lekker online. En dan ga ik even mijn artikel schrijven en dat is het ook wel. Dus verder niet een hele spannende planning. En dan ga ik daarna verder met de bold type, want dat eindigde best wel spannend gisteren. Seizoen 3 heeft ook meerdere afleveringen. Seizoen 1 en 2 hadden er 10 en seizoen 3 heeft er 15. En dan ga ik daarna even lekker verder met papa dag. Dus wel zin in. Ik heb de ventilator inmiddels boven neergezet. Dus die is nu uit de woonkamer zoals je kan zien. Ik had mijn vader even gebeld met de vraag waar hij die ventilator vandaan had. Maar dat wist hij dus niet meer. En nou hebben ze overal wel ventilatoren, maar omdat deze zo goed blies. Dus ga ik wel eventjes kijken. Maar misschien had ik het al wel verteld dat ik hem daarover had gebeld. Maar dat weet ik eventjes niet meer. Wordt een dagje ouder, mensen. Ik ga nu dus even lekker relaxen. En dan zie ik jullie gewoon morgen weer. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus ik zou bij deze dan zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is 24 juni. Ik ben klaargemaakt en ik heb weliswaar weer lange mouwen aan. Ik heb een nieuw shirtje aan van Primark. Ik vond het gewoon koud, dus ik dacht, nou een beetje, ik kan gewoon lange mouwen. Ik vind het wel goed. Dus weer lekker de lange broek aan, lange mouwen. Ik vind het ook best wel frisjes nu, dus ik vind het prima zo. Ik ga straks boodschappen doen om 4:15, dus ik ga hier zo nog even lekker wat opruimen. Want stilzitten kan ik toch niet. Gisteravond heb ik even Steenrijkstraat Arm gekeken. Was weliswaar een herhaling, maar op zich nog wel even leuk om terug te zien. Ik merk wel dat heel veel programma's echt maar een paar nieuwe afleveringen hebben gemaakt. Ik geloof dat ze bij Steenrijkstraat Arm 2 of 3 nieuwe afleveringen hebben gemaakt. En dat was bij 4 handen op 1 buik ook al zo. 3 afleveringen of zo. Dan denk ik van ja, waarom eigenlijk? Het is best wel weinig. Maar goed, er zal vast een reden achter zitten. En we gaan nu toch de herhalingfase in. Omdat het nu natuurlijk zomer is. Ik heb daarna even een thumbnail gemaakt voor de vlog die inmiddels online staat. Een artikeltje geschreven, dus dat was ook top. En toen ben ik de bold type gaan kijken. En daarna weer papa dag. Dus dat was wel leuk. Verder eigenlijk niet heel veel gebeurd. Ik heb lekker gegeten gisteravond. Dus dat was het eigenlijk ook wel. Ik ga zo even wat flessen bij elkaar rapen. Ik heb een hele grote was in de wasmand zitten die naar boven moet. Ik moet nog even schoenen pakken, want ja, zonder schoenen kun je de deur niet uit. Maar het goede nieuws is dat als het goed is, vandaag voor de laatste keer ik boodschappen ga doen met mijn mondkapje. En als het goed is mag die er dan af, tenzij het natuurlijk weer gaat opleven. Ik las wel dat in Amsterdam 40% van de coronatesten die positief zijn nu alweer de Delta variant is. Dat is de Indiaanse variant, geloof ik. Dus we moeten maar even afwachten hoe en wat. Ze verwachten wel weer een nieuwe golf, wat ik begreep van het internet. Maar goed, het is allemaal maar even aankijken. Dus ik ga dat zomaar even doen. Ik heb verder eigenlijk niet heel veel te vertellen. Want er is gewoon weinig gebeurd in de tijd dat ik jullie niet heb gezien.
Dus ja, ik ga jullie verder nu nergens bijzetten, want ik ga gewoon even een beetje aan de gang. En boven is al toch een beetje drama, dus ik ga proberen wat op te ruimen. Maar eerst even stofzuigen en de bakken van de katten scheppen. Dus nou ja, ik zie jullie sowieso straks nog even. Complete outfit van de dag. Nou, ik had al verteld dat het shirtje van Primark en mijn zwarte broek. Ik heb alleen nog geen schoenen aan, maar het ziet wel heel lekker, vind ik. Ja, ik ben eigenlijk al klaar. Ik heb boven het een en ander opgeruimd. De was ligt in de kast. Dus ik ga nu eventjes op de switch, want ik moet toch nog even wachten. Dus ja, kan ik de tijd even doden. Want ik weet nu even niks meer wat ik nog kan doen in 10 minuten. Dus. Zo, daar was ik weer. Het is echt een stuk later als dat jullie normaal van mij gewend zijn. Het is nu 7:55 bijna. Ik was rond 5:50 weer thuis. Toen heb ik met mijn coach nog even een bakje koffie gedaan. Ik bel normaal altijd om 6:00 met mijn moeder. En nu was Nathalie daar ook, dus die appte al van, goh, ben je zo ver? Dus ik had toen al wel een appje gedaan van, joh, ik bel iets later. Dus die heb ik toen gebeld toen mijn coach weg was. Toen heb ik ondertussen even gedoucht en toen heb ik ook, mijn eten nu al op. Dus ik heb net de vaat weg. Ik had gratis hamburgers bij Lidl. Ik heb de app van Lidl en deze maand was dat met een barbecue spaarmeter. Op sommige stukken vlees zat dan een metertje. En die kon je dan weer sparen in die app. En dan krijg je dus zoveel euro. Ja, dan kon je dus sparen voor of korting of gratis producten. Ik had dus zoveel gespaard dat ik 1 euro korting had op mijn boodschappen. En ook nog eens een gratis pakje vleesje. Kon kiezen uit braadworstjes, een vegan burger en hamburgers. Dus die had ik genomen, die hamburgers. Het was heel grappig. Ik lag gisteravond in bed. Ik dacht, oh, wat zal ik morgen weer eens gaan eten? Oh, misschien wel verse hamburgers. En nu had ik ze dus gratis in die app. Dus dat was wel lekker. Maar ik zal jullie nog even de boodschapjes laten zien. Ik heb al wel de vriezerdingen opgeruimd en de koelkastdingen. Dus die zal ik niet meer laten zien. Die zitten er al in. Maar ik heb nog wel wat andere dingen over. Dus ik zal jullie even neerzetten en mijn spullen erbij pakken. Oh, het is nou niet echt fantastisch, want het is echt heel zonnig hier. Ik heb hier een nieuwe ventilator. Die heb ik bij de Aldi gekocht. Mijn ventilator was natuurlijk kapot gegaan. Ik zal even wat naar achter gaan. Jullie zien mijn hoofd niet. Jullie zien mij nog niet. Zo. Toen zei mijn vader al van bij de Aldi hadden ze een hele mooie. Dus ik ben even gaan kijken. Die actie was eigenlijk tot 14 juni. Maar er stonden er nog een aantal. Ik wilde heel graag een zwarte. Die hadden ze niet. Dus ik heb nu een zilver genomen. Maar dan heb ik in ieder geval weer een ventilator erbij. Ik zal eens even kijken. Die moet nog wel in elkaar gezet worden, denk ik. Maar dan heb ik die in ieder geval weer. Dan heb ik Robijn stralend wit van die waspots. Dat zijn 3-in-1 capsules. Ik had mijn laatste flesje alweer aangebroken. Die had ik bij de Action dus niet gekocht. Wasmiddel voor de witte was. Toen zag ik deze staan. Dit potje was 3 euro. En toen vergeleek ik het even bij de andere supermarkt. Daar betaal ik gewoon 7,50 voor hetzelfde pakje. Dus die. Dan heb ik 2 keer de Robijn wassenzachter. Dit is de Rosé Chic. Oh, dit is echt niet fijn zo met die zon in huis. Maar goed. En ik had nog 1. Ja. Dit is kokos. Het waren nu al die collecties. Waren 2 voor 3. Dus dat vond ik ook wel een goede koop. En ik heb ook even daar de Revia fritsaus meegenomen. Want die hadden ze nu. Die was dus nu 1,79. Scheelt best wel veel geld. Dus dan heb ik die ook weer staan. En ik had daar een grote schnitzel gehaald. Dan heb ik hier een pakje met melk. Deze is van Lidl. Ik heb een haar in mijn mond. Dan moet ik even de andere tas gaan pakken, want dan zitten de andere dingen in. Weer schuiven. Kattenbrokken weer. Ook het zachte vlees weer. Keer een flesje chloor, want die van mij was op, dus ik neem er gelijk 2 mee. Een pak met chocomel.
en bonen. Maar, oh, dit is niet zo heel erg lekker. Ik had wat lege flessen wilde ik inleveren. Maar sommige flessen waren een beetje gedeukt, dus die wilden er niet in. Dus die moest ik eerst weer uitdeuken. Dat wilde allemaal niet. Maar goed, dat heb ik dus gekocht. Ja, ik ga nu zo even het nieuws kijken. Naar goede tijden. Ga ik even wat terugkijken. Misschien wel dat van Kees van de Spekbak had opgenomen. Oh ja, ik had trouwens ook nog even een kaartje gehad van mijn oma. Deze, die is 4 juli jarig. Die ga ik opsturen. Ik kan er helaas niet heen. Alle coronaregels. Ik had hem bij de Zeeman gehaald. Want ja, je moet voor oudere mensen koop je toch een kaartje wat er meer bij past. Was de kassa kapot toen ik daar kwam. Gelukkig had ik nog dat geld los in mijn portemonnee zitten. Dus ik kon contant betalen. Want je kon alleen maar contant betalen. Want niks deed het, de pin ook niet. Maar ja, dat is dus wel een beetje zuur. Als je bijvoorbeeld daar met een hele volle man staat. En je kan in één keer alleen maar contant betalen. Je hebt bijvoorbeeld geen contant geld bij je. Maar goed, dat, die had ik dan ook nog even gehaald. Ga ik lekker ook nog even gamen. En dan vanavond weer de Bold Type kijken en Zonnestad. Daar ben ik bijna doorheen. Dat is ook zoiets. Nathalie was gisteren ook aan het kijken. Maar die lopen een heel stukje achter. Volgens mij zijn die bij seizoen 1 of seizoen 2. Toen zegt ze, goh, ik kom er net achter dat die man overleden is. Ik zeg, ja, wist je dat niet? Nee, zegt ze. Ik zeg, oh ja, ik wist het al wel. Ik dacht dat zij het dus ook wist. Maar goed, dat ga ik dus kijken. En ik ga even de foto's bewerken. Dus dat wordt verder mijn avond. Dus ik ga het eventjes de borstel pakken, dat ik mijn haar kan kammen. Mijn bril even schoonmaken. Een beetje lippenbalsem op mijn lippen doen. Dan ga ik lekker relaxen. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is 25 juni. Ik ben klaargemaakt. Ik kwam er gisteren achter dat het vandaag alweer 12 jaar geleden is dat Michael Jackson overleed. 12 jaar is lang. Broer, waar blijft de tijd? 12 jaar. Ik moet zeggen dat ik hem vroeger ook altijd doodeng vond hoor. Maar ik kwam gewoon omdat hij natuurlijk wat anders uitzag. Best wel een smal bekkie en dan die hele, hele bleke huid. En dan dat sluiken zwarte haar. Ik vond hem altijd een beetje eng. Maar goed, 12 jaar. Ik vind het wat. Ik heb gisteravond ook iets heel engs meegemaakt. Ik zit op de bank. Ik zit mijn spelletje te spelen. Ineens komt er een spin op de bank aangelopen. Dus als ik eraan terugdenk, krijg ik weer de rillingen. Ik spring op van de bank. Ik zoek iets om te pletten. Want ja, een spin die komt bij mij in het huis niet levend uit. En ik durf bijna niet meer op de bank te zitten. Dus ik zei het in de groepsapp. En dan maakt Nathalie het nog net even wat erger door te zeggen. Wist je dat? Je in je slaap 7 spinnen per jaar opeten. Ik dacht, zeg meid, moet je dit zeggen? Ik zeg, hou op, ik vind het helemaal niet leuk. En ja, dus dat werd nog even enger gemaakt. Toen kwamen er allemaal spinnenplaatjes, dus dat was minder prettig. Maar goed, ik heb gisteravond Kees van der Spek gekeken. Maar ik ben erachter gekomen dat het geen programma voor mij is, omdat ik het niet interessant genoeg vind. Het gaat dus over oplichters in het buitenland. En dit keer was er een vrouw slachtoffer geworden. Eigenlijk 2 keer. Ze was ook nog best wel hoog opgeleid. Ze was advocate, maar ik vond haar in dit programma best wel labiel overkomen. Maar het kan wel komen, misschien omdat ze zoveel had meegemaakt. Maar zij heeft dus eerst had ze een relatie met een man uit het buitenland van 15 jaar. Die man die heeft haar op een gegeven moment verlaten voor een andere vrouw. Ze zijn ook vrij snel getrouwd omdat hij anders geen verblijfsvergunning kreeg. Nou, toen heeft zij een huis laten bouwen ergens in het buitenland. En ze heeft dat hele huis nooit meer teruggezien. Want dat heeft hij gewoon overgenomen. Op aanraden dus van die ex, die man van dat huis, heeft ze zich dus aangemeld bij Kees van der Spek. Omdat ze dus weer inmiddels was opgelicht door een andere man uit India. Die daar heel veel geld heeft afgetroggeld. Het ging echt om bedragen van 4000 euro, 3000 euro... Nou, dat is geen kattenpis natuurlijk. Dus ja, ze zijn ook wel naar India toegegaan. Daar bleek dus inderdaad ook dat hij gewoon heel veel leugens had verteld. Maar ja, ik was nogal verbaasd eigenlijk gewoon hoe dit allemaal kan. En dat er dus toch nog wel mensen zijn die daar intrappen. Maar nee, het is niet een programma wat ik nog een keer zou kijken. Want ik vond het gewoon niet interessant genoeg. Ze gingen de man ook niet confronteren. Ik weet niet of dat normaal wel het geval is. Of ze dat normaal wel doen. Dit is de eerste keer dat ik het zag, maar ik had niet zoiets van, nou, ik zou het nog een keer kijken. Ik heb mijn foto's bewerkt gisteravond.
Ik heb de video van de boek al in elkaar gezet. Die komt woensdag online. En daarna de Bold Type gekeken en Zonnestad. Ik heb ook de ventilator uitgepakt. Die heb ik hier zo neergezet. Hij is echt heel mooi en hij blaast echt heel lekker. Hier zitten dan de knoppen, zeg maar. Je hoeft hem verder niet zelf in elkaar te zetten. En hij blaast echt heel goed. Dus het is echt wel een hele goede aankoop geweest. Dus daar ga ik heel veel plezier van hebben. Dus dat is wel, wel fijn. Ik ga zo even een wasje aanzetten. Oh, ik heb hier ook op mijn rug en ik kan er niet bij. Dat is vervelend. Dan ga ik daarna eventjes spullen pakken, want ik ga lekker de slaapkamer doen. Eindelijk mijn bed verschonen. Oh, daar heb ik zo naar uitgekeken. Ik heb ook de nagellak er even afgehaald, maar je ziet dat het nog heel lelijk is, omdat ik heel veel blauwe randjes heb. Dus die ga ik even voor het douchen vanavond wegveilen, zodat het er even iets fijner uitziet. Maar ik had het ook even voor het slapen gaan verwijderen, want ik zat me zo te irriteren, omdat het heel erg beschadigd was. Dus dacht, nou, eraf met die troep. Maar goed, dat moet nog even bijgeveld worden of weggeveld worden. Maar dat vind ik altijd een beetje het nadeel van donkere kleuren. Die blijf je altijd wat langer zien. Maar goed. Ik ga jullie bij de slaapkamer erbij zetten. Dus ik ga het nu eventjes gewoon hier stofzuigen en de kattenbakken scheppen en even een was erin doen. En dan tijd om even wat te gaan doen. Thank you.
schaapje uit Texel heeft ook een leuk plekje gekregen. Ik moet hier wel heel erg leuk staan. Dus die staat daar ook mooi te shinen. Zo, ik ben klaar. De was die draait nog. Dus die is straks klaar. Dan kan die de droger in wat erin kan. Ik heb mijn teen gestoten. Eigenlijk al vrij snel toen ik aan het schoonmaken was, stootte ik mijn teen tegen de stofzuiger aan. En het deed heel goed zeer, dus ik ging er even overheen wrijven. Ik dacht, ja, shit, weet je wel. Dus op een gegeven moment trok ik mijn sokken uit, omdat ik ook aan het dweilen was. En dan vind ik het niet zo fijn om in natte sokken te lopen. En toen keek ik op mijn teen. Toen zag ik dus gewoon dat hij had gebloed. Dat er gewoon bloed uitkwam. Dus ik heb er even een pleistertje overheen gedaan. Dat deed, ja, het deed gewoon echt heel erg zeer. Ik voel het nog steeds. Maar eigenlijk dat je dan van zo'n, ja, eigenlijk dat je gewoon stoot tegen een stofzuiger aan, dat het dan toch je huid wel kapot kan maken. Dus, nou ja, goed. Er zit nu een pleister op. Maar mijn bed is dus lekker ook weer verschoond. En ik was zo verbaasd. Ik had mijn hoeslaken had ik in de droger gehad. En ik ging nu dus die op het bed leggen. En hij was zo strak. Ik heb normaal heel vaak dat ik nog wat vouwen heb. En dan kan ik trekken wat ik wil en krijg hem niet strak. En nu lag hij er gewoon compleet strak op. Ik was echt een beetje verbaasd hoe goed dat werkt. Maar ik kan vanavond in ieder geval weer lekker in een schoon bed stappen. Dus daar ga ik intens van genieten. Want ik was er wel aan toe. En verder gewoon lekker alles schoongemaakt. Nou ja, jullie hebben gezien dat ik het schaapje heb neergezet. Vond ik ook wel even leuk. Dus ja, lekker weer alles fris. Ik ga nu nog even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en koken. Vanavond, je hebt geloof ik nog iets met handhavers. Ik moet even op de telefoon kijken in de tv-gids, want ik weet het niet uit mijn hoofd. Ik zag het toevallig voorbij komen. Even kijken hoor. Hij duurt een beetje lang met laden. Deze. Ik ga even op de site kijken, want deze deed het niet zo heel goed. Oh, meer. Die app kwam er eigenlijk wel af, denk ik. Oh. Ja. Nee, ding. Maar ik wil naar RTL 5. Handhavers in actie is dat. Dus misschien dat ik dat wel even ga kijken. Ik weet niet of het leuk is. Maar nou ja, wie weet. Ik ga de video in elkaar zetten vanavond. En mijn artikel schrijven. En sowieso de Boltijd kijken. En Zonnestad. En ik ga nog even lekker gamen. Dus dat wordt verder ook de avond niet heel bijzonder. Dus nou ja, dat. Straks even de was in de droger en dan is dat ook allemaal weer klaar. Dus ik ga bij deze dan ook zeggen, ik zie jullie morgen weer, want ik ga toch niks meer doen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is 26 juni. Ik ben klaargemaakt en ik had gisteravond weer een spin hier op de vloer lopen. En ik zag hem, dus ik heb hem gelijk weggehaald. Ik word er nou wel een beetje gek van zoveel spin hoor in huis. Het zal echt ook wel met de tijd te maken hebben, maar ik word er niet blij van. Ik heb gisteravond de handhavers in actie gekeken op RTL 5. En ik keek eigenlijk altijd zo'n soortgelijk programma op SBS 6. En dat vond ik eigenlijk altijd heel interessant. En toen zag ik dus heel toevallig dat het op RTL 5 kwam. Dus ik ging het kijken en ik zie op een gegeven moment bekende gezichten. Ik zeg tegen mijn moeder, want die zat het ook te kijken. Ik zeg, joh, dit is gewoon hetzelfde programma als wat eerder wat bij SBS 6 was. Alleen het is nu naar RTL 5 gegaan. Het heeft een iets andere naam gekregen. Maar het was wel heel erg leuk. Leuk. Interessant. Ja, ik vind dat wel heel interessant om te zien. Dus ja, daar heb ik wel van genoten. Wel heel leuk om weer te zien. Jammer dat ik er nu pas achter kom. Nou kun je ook nog wel weer afleveringen terugkijken op Videoland. Dus ja, het was wel hartstikke interessant. Toen ben ik de video gaan editen. Daar ben ik wel iets langer mee bezig geweest. En daarna heb ik mijn artikel geschreven. Het thumbnailtje even gemaakt. Dus ja, dat was het ook eigenlijk verder. Ik heb eventjes gegamed. Ik moest in mijn nieuwe spel wolven verslaan. Dat vond ik nog best wel cruel. Want je moet echt met zo'n mesje en dan moet je naar die wolven slaan. Op een gegeven moment liggen ze hartstikke dood op de grond. Maar goed, die moet je dus verslaan. Er komt er ook zo'n heel eng muziekje bij.
Dat was leuk. Ik kon op Animal Crossing niet zo heel veel doen. Want het verkoophoekje waar je dus normaal je gevonden spullen kunt verkopen, die zat dicht. Dus daar kan ik vandaag pas eigenlijk weer echt mee verder. Ik heb de Bold Type gekeken en Zonnestad. En dat was het ook. Dus op zich een prima avond. Ja, vandaag op de planning. Ik ga hier zo gewoon even stofzuigen en de dingetjes doen. Dan ga ik even naar boven, want ik wil daar echt even wat gaan opruimen. Daar kan ik jullie niet echt bij zetten, maar ik moet ook even nog papieren maken voor het bullet journalen in mijn machine. Daar kan ik jullie wel even bij zetten, want dat is gewoon net even wat makkelijker. Want de rest vind ik altijd een beetje lastig, omdat er boven niet heel veel licht is. En ja, het gewoon niet echt heel erg handig is. Zo, de krabbal die beweegt een eind heen en weer. Tijger zit er heel wild aan te krabben. Dus ik zie al wel dat ze al heel veel van het nieuwe touw hebben gebruikt. Ik kan het wel even laten zien. Kijk, dit is dus dat nieuwe gedeelte wat er omheen is gegaan. Maar kijk hoe erg dat alweer gekrapt is. Dus het zal met de tijd wel weer een ander deel op moeten. Maar goed, ik weet niet hoe het moet. Dat is op zich niet heel erg. Dus dat is even de planning. En dan ga ik daarna gewoon even lekker bullet journalen. Eigenlijk een beetje een rustig zaterdagje. Ik heb wel even de nagelrandjes geveld. Dus de echt blauwe randjes zijn er voor het grootste gedeelte wel af. Dus dat is ook weer mooi. Dus ik ga nu maar even stofzuigen. En dan ga ik eventjes wat doen. Want ja, er moet eigenlijk wel echt wat gebeuren. Maar ik heb niet heel veel zin. Maar we gaan het toch maar eventjes doen. Het goede nieuws is dat ik hier weer loopruimte heb. Dus het is al wel weer wat meer opgeruimd. Ik ga van de week nog even verder, want ik moet het hele schoenrek even uit elkaar halen. Die moet opnieuw ingeruimd worden. Maar nou, dat doe ik van de week wel even. Deze tassen die kunnen allemaal terug naar hun plek, want het zijn allemaal boodschappentassen en zo. Maar ik ben er wel weer tevreden met wat ik tot nu toe heb gedaan. Het is best wel even lekker bezig geweest. Zo, de katjes hebben ook net lekker gegeten. Tuurlijk moet iedereen op de kattenbak. Ik heb alles net even opgeruimd. Maar ik ben eigenlijk best wel blij met wat ik toch nog heb gedaan. Ik heb de doodles afgekregen, dus daar ben ik nu helemaal klaar mee. Dus ik moet even in de gaten houden wanneer de nieuwe lijst van jullie online komt. Maar ik heb dus inderdaad lekker al wat dingen opgeruimd. Ook de dingen van de action voor het grote gedeelte al lekker opgeruimd. En gewoon eigenlijk wat dingen leeggemaakt. Make-upjes die nog rondslingerden op die kamer, die heb ik op de plek gelegd waar ze moesten. Omdat die dan nog een review moeten krijgen op mijn blog. Dus die heb ik even allemaal gelegd waar ze hoorden. Dus ja, wat dat betreft was het ook wel lekker. Dus ik hoop dat ik het even door kan trekken. Van de week heb ik de week van de niet grote schoonmaak. Dan probeer ik nog weer even verder te gaan. Maar dat rek moet ik even helemaal opnieuw in elkaar zetten. Dus voor de schoenen, die moet even opnieuw ingedeeld worden. Maar daar had ik nu niet zo heel veel zin in. Want het was boven toch nog best wel wat warmer. En dat is gewoon even, kost even wat meer tijd. Ik had nu gewoon zoiets, laat ik nu gewoon even de rondslingerende dingen opruimen. Dus dingen die weggegooid kunnen worden, heb ik in een boodschappentas gedaan. Die dus gewoon geleegd kan worden in de kliko. Dus ja, ik kan eigenlijk wat dat betreft best wel tevreden zijn. In bullet journal ben ik ook lekker bezig geweest. Dus ja, eigenlijk wel gewoon een relaxed middagje. Een beetje productief, maar ook wel een beetje relaxed. Dat vond ik wel lekker. Ik ga zo even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en eten. Vanavond ga ik denk ik even Zeeman Confronteert Stalkers terugkijken. Ik ga sowieso even lekker gamen. Ik ga de vlog al voor een groot gedeelte in elkaar zetten. Ik moet even de computer wat leger maken. Ik heb sowieso weer de Bold Type en Zonnestad. Ja, dat is het eigenlijk ook wel. Ik had gisteravond ook al eventjes de was die uit de droger kwam, heb ik even opgevouwen. Die ligt in de wasmand. Die heb ik nog niet in de kast gedaan. Ik heb hier wel een paar dingetjes hangen die niet in de droger konden. Zoals Primark kleding durf ik niet zo goed in de droger te stoppen.
Dus die heb ik even gewoon laten drogen. Maar goed, dat ging allemaal prima. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder toch niks meer, meer doen. Straks eventjes mijn teennagels de nagellak van afhalen. Die eventjes ook de rest van de lak eraf veilen. Kan daar vanavond even alvast een nieuw kleurtje op. En dan heb ik verder ook wel een relaxed avondje. Dus ook wel zin in. Ja, ik zou bij deze dan ook gewoon zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze zondag. Het is 27 juni. En ik zit lekker bij de ventilator. Of vind ik het zelfs nog een beetje fris nu de ventilator aan is. Ik weet eigenlijk niet hoeveel graden het is. Want het zou best wel warm worden vandaag. Maar het valt nog best wel mee, moet ik zeggen. Buiten is het ook niet extreem warm of zo. Dat is op zich natuurlijk wel een goed teken. Maar het is 24 graden. Nou, dat is prima. Er is nog regen voorspeld, maar pas vanaf een uurtje of acht hier. Morgen wordt het dan wel weer heel warm en dan dinsdag wordt het weer koeler. Maar ik ben gisteren heel erg geschrokken. Ik heb op een gegeven moment gedoucht en ik heb mijn pyjama aangetrokken. En ik heb mijn moeder aan de telefoon en Mickey die komt eigenlijk gezellig bij me knuffelen. En ineens begin ik te gillen, want ik zie dus aan de onderkant van mijn broek, bij de pijp zeg maar, zie ik een beest zitten. Het was een langwerpig beest met allemaal kleine haartjes. Dus mijn moeder zegt, wat is er? Ik zeg, ja, ik heb een heel eng beest. Dus ja, ik wilde dat beest natuurlijk weg hebben. Dus ik ga naar de keuken lopen. Maar dat beest, dat ging dus ook een beetje bewegen, want die wilde richting mijn sok. Dus ik vond het super eng. Dus nou, op een gegeven moment valt dat beest dus op de grond. Nadat ik hem ja, toch een soort van met een keukenpapiertje heb aangeraakt. Dus ik maak het beest dood en ik begin te gillen. Want ik voel het helemaal door het keukenrol heen. Dus mijn moeder zegt, gaat het goed Martien? Ik zeg, nee, het gaat niet goed. Ik was gewoon helemaal geschrokken. En ik heb best wel lang die schrik zeg maar in mijn gat. Gadver, vliegt een vlieg hier rond. Die moet er straks ook aan. Maar ik voelde best wel lang die schrik zeg maar door mijn lijf heen gaan. Omdat ik zo geschrokken was van dat enge beest. Mijn moeder zegt, nou, als ik jouw omschrijving hoor, klinkt het een beetje als een duizendpootachtige. Dus ik zei ook, ik zeg, ik had voor een paar weken terug, had ik ook zo'n raar beest. Die zat op het kleed, er zat tijger mee te spelen. Kijk, toen was het fijn dat tijger daarmee speelde, want ik zag hem toen. Maar ik was helemaal geschrokken, ik ben helemaal klaar met de insecten. Echt waar, spinnen, enge beesten, blijf weg. Kom niet, en kom al helemaal niet op me, echt. Bah, dus dat was even naar. Ik heb gisteren heel gezellig gegamed met Nathalie. We waren aan het FaceTime. Ik heb op een gegeven moment zo gelachen. Wij hebben twee groepsapps. Eentje dan met mijn moeder. En we hebben ook een groepsapp. Die is met mijn vader, zijn vriendin, Frank, Nathalie en ik. En daar hebben wij als afbeelding hebben wij Dino. Dat is de kat van Nathalie en Frank. Maar op een gegeven moment werd de groepsafbeelding gewijzigd naar Ma Vlodder. Nou, zegt Nathalie, heb je nou Dino weggehaald? Ja, nou, Dino mocht wel weer terug. Maar toen gingen ze continu, gingen ze dus plaatjes veranderen. Dus Nathalie zette er Crocs in. En, nou, Martien Meiland kwam nog een keer langs. Nou, echt, er kwamen echt de raarste plaatjes. Ik had helemaal buikpijn van het lachen, want ik kreeg er helemaal warm van. Het was echt lol. Maar goed, dat was wel heel grappig. Nath en ik hebben nog even lekker gegamed. Maar ja, ik kon er niet zo heel erg veel, dus vandaag kan ik pas echt weer verder. Ik heb Thijs Zeeman Confronteert Stalkers even teruggekeken. Volgens mij zijn het nog wel recentere afleveringen, want hij zei op een gegeven moment, ik hoef geen mondkapje op, want ik ben gisteren getest. Dus ja, volgens mij zijn deze nog wel van het nieuwere seizoen, maar ik heb ze ook niet allemaal gezien. Dus dat was wel een mooie uitzending. Ik heb de vlog al voor het grootste gedeelte klaar. Ik heb de Bold-type gekeken en daarna weer Zonnestad. En daar heb ik dan nu nog twee afleveringen van. En dan is het klaar helaas. Dus dat. Ik ga zo meteen. Ik moet eventjes gewoon stofzuigen en de kattenbakken scheppen. En dan wil ik even mijn wenkbrauwen bijwerken. Want die, ja, die zitten er niet heel mooi meer bij. Ook heb je ook een bultje. Dus ik moet daar even voorzichtig mee doen als ik daar met dat apparaatje langs ga. Ik ga even de groenten afhalen en de gehaktballen alvast draaien. Ik moet ook even de slavink in de vriezer doen, want die zijn tot morgen goed. En die ga ik dinsdag eten, dus die moeten even de vriezer in. En dan ga ik daarna even foto's maken en ik laat je dan even zien waar ik foto's van ga maken. Dus dat is even de planning. Dus ik ga nu gewoon eventjes aan de gang. Des te eerder ben ik ook weer klaar. Dus ja, tijd om even wat te gaan doen.
Zo, ik heb de fotospullen gepakt. Op de achtergrond hoor je trouwens de wasmachine die aan het draaien is, want ik heb de kleden er even in gedaan. Ik heb hier een collectie van Catrice. Dit is de overnight collectie. Ik heb hier een face masker. Dan heb ik hier een Repairing Leave-in handmask. Het zijn dus allemaal producten die je in de nacht kan gaan gebruiken. Een serum milk. Een multi-pores oil. Dan heb ik ook nog een lipmasker. En een relaxing mist. Dus dit zijn allemaal dingen waarvoor je heel goed zou kunnen gaan slapen. Dus dat gaan we lekker testen. Dan heb ik hier 4 lipsticks van Essence. En dit zijn de semi-shine lipsticks. Ik heb hier 102 True Me. Dan heb ik hier 104 First Love. Dan hebben we nog 103 Why Not. En dan hebben we hier ook nog 106 Late Nights. Dan heb ik ook nog, daar ga ik alvast foto's van maken, maar die moet ik een tijdje testen. Dat is een Strong Hardener voor je nagels. En deze 2 potten van Max & More, die Scented Setting Powders. Maar daar ga ik ook nog een video over maken, maar daar wil ik eerst alvast foto's hebben. Dan staat het in ieder geval mooi op de foto. Dus hier ga ik even foto's van maken. Ik heb de groenten klaar, ik heb het vlees al klaar, ik heb zelfs dit al gedaan hier, dus dat is top. Dus ga ik nu even lekker foto's maken, dus gaan we dat maar eventjes doen. Zo, ik heb alles lekker afgekregen, dat is wel heel lekker. Foto's gingen ook vrij vlot, ik heb al geïmporteerd. Ik heb nu het meeste ook opgeruimd, alleen de batterij van de flitser zitten er nu in. Ik moet alleen even het batterij checken, ook nog van de camera. Want misschien is die ook wel bijna leeg en dan zit ik volgende week weer. Maar dat moet ik dan nog even doen. Maar ik heb eigenlijk alles alweer opgeruimd. Dus dat is wel lekker. De katten hebben net ook gegeten. Dus die zijn ook weer blij. Ik heb nu de droger aan staan met de kleden erin. Dus dat is ook wel fijn. Dan kan ik dat water wel mooi gebruiken voor de bloemetjes straks om die water te geven. Want ja, ze hebben wel regen voorspeld, maar ik weet niet of het echt gaat komen. Dus ik kan nog even afwachten. Als er geen regen komt, dan kan ik daar de bloemetjes wel mee water geven. Want er was gisteren eigenlijk ook regen voorspeld. Toen heb ik ook niks gehad. Vrijdagavond een paar drupjes, maar dat was het ook wel. Hey, een melding. Weer van nu. Even kijken hoor. UEFA heeft de regenboogvlag van de Oranje fans in de fanzone van het stadion in Boedapest verboden. Dus die mag niet. Ik ben heel erg benieuwd straks naar de wedstrijd. Ik ga zo ook even nog lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen. En dan zorg ik dat ik om 6 uur weer klaar zit voor de wedstrijd. Ik ben wel heel benieuwd. Ik denk echt wel dat we het zwaar gaan krijgen. Ik weet niet of we dit gaan halen, maar we gaan het zien. Verder ga ik vanavond even Flikker Rotterdam kijken en sowieso nog even gamen. En even de foto's bewerken. Ik heb nu de laatste aflevering van de Boltype van seizoen 3. Dan heb ik daarna gelukkig nog 2 seizoenen. En ik heb vanavond ga ik weer naar papa dag kijken, dus dat is het ook. Straks heb ik lekker makkelijk eten, dus dat is ook wel fijn. Dus ja, dat wordt eigenlijk verder de avond niet heel bijzonder. Wat ik vanavond ook nog even moet doen zijn deze nagels weer even mooi maken. Even weer een leuk kleurtje erop, maar dat doe ik zo tussen televisie kijken door. Vind ik altijd wel lekker, want dan kan het goed drogen. En eigenlijk zijn alle blauwe randjes er nu ook mooi af, dus dat komt het wel weer helemaal goed. Dus dat is ook wel even belangrijk om te doen. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien, want ik ga nu even lekker relaxen. Dus lekker bij de ventilator hangen. Dus tot morgen zou ik bij deze zeggen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is 28 juni. Ik ben klaargemaakt. Ik heb net al een heel groot gedeelte van de video opgenomen. Ik hoef alleen nog een in- en outro. En daarna eventjes een een thumbnail maken. Dus dat is goed nieuws. Ja, gisteren het voetbal. Laten we het er kort over hebben, want ik moet eerlijk zeggen, ik baal er best wel van. We liggen eruit, we zijn uit het EK. Echt zo jammer. Ik vond het zo zonde, want ik zat er zo van te genieten. Maar toen de 1-0 viel, toen zei ik al, het is klaar. We zijn eruit. En
Ja, dat vind ik echt heel erg jammer. Want ja, ik zat zo lekker in de sfeer. En zat ik hier in mijn oranje pakje. En toen lagen we eruit. Dus ik vind het echt wel heel erg jammer. Maar goed, het is niet anders. Ik heb gisteren Flikker Rotterdam teruggekeken. En ik heb gegamed. Ik heb de foto's bewerkt. Ik heb nog weer wat nieuwe muziek op de laptop gezet. Want ja, ik had weer wat nieuwe muziek die ik tegenkwam. Ik krijg Nathalie zitten appen. Nathalie wil voor lente bij mijn moeder een safarikamer gaan maken. Ze zegt, ik ga een Meilandkamer maken. Ik zeg, nou wat goed. Nee, ze wil zo'n safarikamer gaan maken. Ze heeft allemaal ideeën. Dus nou, dat wordt hartstikke leuk. Ik ben heel benieuwd naar het eindresultaat. Ik heb wel mijn nagels gedaan. Dit kleurtje, het is een vrij nude kleurtje. Ik had net wel al de eerste beschadiging. Dus dat is natuurlijk een tegenvalletje. Dit is weer zo'n heikelos lakje van het kruidvat. Dit is de kleur 060 Timeless Nude. Nou zie je dit wel minder snel als het beschadigd, maar ik baalde er wel een beetje van. Maar het kan net wel gebeurd zijn met het opnemen van de video. Verder heb ik gewoon weer gekeken naar de bold type en daarna weer naar... Zo, loopt er even een over me heen. Papa dag, dus dat was wel leuk. Maar ja, de overschaduw van het verlies was er. Maar goed, niet te lang bij stilstaan. Ik ga zo even de in- en outro verder opnemen. Dan ga ik daarna even stofzuigen en de kattenbakken doen. Dan ga ik even lekker bullet journalen. Dus dat is verder ook de planning. Niet heel veel bijzonders. Maar wel lekker om zo op te starten. Dus dat ga ik zo eerst eventjes doen. En dan is dat ook weer klaar. Ik heb gisteren, voor het slapen gaan, ben ik dus begonnen met die overnight producten van Catrice. En ik heb dus deze opgespreid. En dit is die relaxing mist. En dit was zo lekker. Ik heb daar zo lekker van geslapen. Omdat er gewoon echt een hele rustgevende geur uitkomt. Dus ik heb dat gewoon opgespreid. Toen ben ik gaan slapen. En het was echt heerlijk. Heel, heel rustgevend. Dus ik ben echt heel erg benieuwd naar de andere producten van de collectie. Ik ga nu eerst even verder de video afmaken. En dan zet ik jullie er even bij het bullet journalen. Want verder gaat er vandaag niet zo heel veel gebeuren. Dus dat is eventjes de planning. Dus ik ga eventjes verder en dan zet ik jullie er strakjes bij. Ik heb even heerlijk bullet journaled. Ik was nu even in de mus bezig. Moest ik een voorkant voor tekenen. Dat zie ik dan heel mooi voor me. De uitwerking wil niet altijd even goed. Hij is ook nog niet af. Maar het begin is er. Dus dat was wel even lekker. Nog even wat dingen ingeplakt. Maar het was wel even lekker. Ik heb wel even deze nagellak vrijgemaakt. En ook de duim. Want daar had ik twee beschadigingen. En ik heb geprobeerd of ik het plaatselijk kon bijwerken, maar ik vond het niet mooi. Dus ik ga die gewoon vanavond eventjes een nieuw laagje geven. Zit het er gewoon weer goed op.
Ik denk dat het een beetje gechipt is, want ik heb een video opgenomen met de poeders van Action. En daar moest ik iets los trekken en ik denk dat het daar gebeurd is. Maar goed, dat doe ik vanavond gewoon even. Katjes hebben ook lekker weer net gesmikkeld. Ik heb wel weer een vlieg in huis. Die moet ik straks nog even proberen dood te slaan. Of een van hun moet hem opeten. Want Taretje heb gisteren ook iets opgegeten. Volgens mij was het ook een vlieg. Maar ik weet het niet, weet je. Dat hou je toch niet tegen. Ik heb lekker even de folders uit de brievenbus gehaald. Die ga ik vanavond even lekker kijken. En ja, verder weet ik het niet. Want ik weet eigenlijk niet wat je op televisie hebt. Volgens mij is het niet heel veel. Ik zal eens even kijken. Ik was deze afbeelding trouwens aan het natekenen. Maar dat laat ik nog wel even zien als die af is. Ik weet niet op welke vlog. Ik denk niet deze hoor. Maar nee, want morgen ga ik niet naar Bullet Journal. Misschien dat ik het woensdag even kan laten zien. Maar dat is dan pas in de volgende week vlog. Maar ik zou natuurlijk even kijken naar de programmering. Als de gids laat. Die heeft er nogal moeite mee de laatste tijd. En we kijken. En we wachten. Nou ja, je verliefd op Ibiza komt op tv. Maar ja, die heb ik ook al wel een paar keer gezien. Even kijken. Ja, help mijn man is klusser. Heb je, maar dat zal wel een herhaling zijn. Misschien zet het toch helpt mijn man is klusje er wel op. Ik weet het niet. Ik vind het lastig. Ik ga wel even kijken wat ik ga kijken. Ik moet sowieso een artikel schrijven. Ik ga sowieso even lekker gamen. Want ik kan nu ook gaan bouwen op mijn eiland. Dus dat vind ik wel heel erg leuk. Dus dat ga ik sowieso doen. En even ook dat nieuwe spel spelen. Want ik snap nu eindelijk er wat meer van. Duurt bij mij heel lang voor het kwartje valt. Maar ik begin het nu beter te begrijpen. Maar ja, even voor de blog aan de gang. Dan ga ik gewoon weer lekker naar de Bold-type kijken. Ik begin nu bij seizoen 4. Ja, wordt ook wel weer interessant. Vind ik wel weer leuk. En daarna heb ik weer papa-dag. Dus dat wordt verder de avond. Ik heb de rostirondjes uit de vriezer gehaald. Ik heb straks haricot-verts met rostirondjes en gehaktballen. Dus ook wel lekker. Ja, verder wordt het eigenlijk niet veel. Gewoon even chill. Ik had trouwens het nieuwe shirt aan die ik bij de Aldi had meegenomen. Zit wel lekker. Het is wel een leuk shirtje. Ik heb ook even een schone pyjama gepakt. Dus dat is ook wel lekker. Maar goed, ik ga even lekker relaxen. En dan ga ik jullie gewoon morgen zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Oh ja, voordat ik afsluit. Wil ik nog even stilstaan. Bij het feit hoe hard ik de laatste dagen ben gegaan met de abonnees. 392 zit ik nu op. Nog 8 en dan is mijn doel bereikt. Dus echt heel trots op. Ja, echt super leuk. Ik zie hier ook net dat er weer een nieuw is bijgekomen. Want toen ik vanmiddag keek stond hij op 391. Dus ik ben echt heel blij mee. Nogmaals welkom aan alle nieuwe abonnees. Super leuk dat jullie geabonneerd zijn. Ik ben er heel dankbaar voor. Goed, nu ga ik echt relaxen. En tot morgen. Goedemiddag op deze dinsdag. Het is 29 juni. Ik ben klaargemaakt. Ik ben straks gebeld door Nathalie met minder leuk nieuws. Mijn opa die moet worden opgenomen in het ziekenhuis. Hij is eigenlijk al best wel een lange tijd heel erg moe. En op een gegeven moment dachten ze eigenlijk dat hij ijzertekort had. Daar heeft hij pillen voor gekregen. Maar dat heeft eigenlijk niks gedaan, want hij bleef nog heel erg moe. Mijn opa is ook iemand die nog heel graag in de tuin aan de gang is. Hij is in de 80, maar hij vindt het heerlijk om nog te tuinieren. Ik druk even Siri weg voordat hij zich ermee gaat bemoeien. Maar goed, hij bleef dus best wel moe. En nu blijkt dus toch dat hij bloedtekort heeft. En hij moest dus nu vandaag al naar het ziekenhuis toe om opgenomen te worden. Dus mijn vader gaat hem straks wegbrengen. Het is gelukkig niet ernstig genoeg dat hij met de ambulance weggebracht moeten worden. Maar hij moet dus wel naar het ziekenhuis. Maar ik schrok er dus wel een beetje van. Omdat ik dat niet helemaal had verwacht. Oh, mijn horloge is bijna leeg. Dus dat. Dus daar werd ik doorgebeld. Dus dat is allemaal even afwachten. Ik heb gisteravond toch help mijn man eens klussen maar gekeken. Het was weliswaar wel een herhaling.
Je had ook nog de film Verliefd op Ibiza op televisie, maar die begon al eigenlijk 21:50. Dan is Goede Tijden nog niet afgelopen. En ik had ook zoiets, weet je, ik heb die film zelf op DVD, dus op zich maakt het niet uit. Al kijk ik niet, want ik heb hem zelf. Dus als ik hem wil kijken, kan ik hem in de DVD doen en dan kan ik hem kijken. Maar dan vind ik het altijd daarna wel leuk om shownieuws te kijken. Alleen de programmering bij SBS6 is nu heel anders in verband met het EK. Ze hebben nu 2 keer per avond hebben ze, de mannen van VI. Het is weliswaar een ander, het programma heeft een andere naam. En die zitten dan met een gast aan tafel. En dan discussiëren ze over voetbal. En nou ja, er wordt van alles besproken. Maar hun zijn er een keer om 19:55 en dan om 22:55 weer. En dat betekent dus normaal gesproken dat een programma op SBS6 nu om 21:50 begint. En dan rond 21:15 heb je shownieuws. Maar ik denk dat het gisteren allemaal iets is uitgelopen. Dus ik had hem wel al op SBS 6 gezet, maar dan was die familie Gillis. Nou, ik irriteerde me mateloos eraan. Ik vond het zo verschrikkelijk. Kijk, en dat is ook weer een mening. Sommige mensen hebben dat ook met de Meilandjes, die overigens 30 augustus weer op tv komen. Yay! Sommige mensen hebben daar ook helemaal niks mee, maar ik heb dat dus met die familie Gillis. Ik vond het echt verschrikkelijk. Ik heb me echt zitten irriteren. Dus ik heb ondertussen lekker mijn spel gespeeld en gewacht tot het shownieuws begon. Toen heb ik mijn artikel geschreven. Toen wilde ik de Bold Type gaan verder kijken. Alleen ik was iets verder in mijn seizoen dan dat ik had gedacht. Want ik dacht eigenlijk dat ik bij seizoen 4 was. Maar ik had seizoen 4 al uitgekeken. En op Netflix gaat hij dus maar tot seizoen 4. Er is dus nog een seizoen 5. En dan is het weer fijn dat je ook Videoland heeft. Want op Videoland stond hij wel. Nog niet helemaal helaas. Dus ik heb echt maar een paar afleveringen. Omdat hij op Videoland elke week een aflevering online komt. Dus het is wel iets langer wachten. Dus ik zal van de week wel al een nieuwe serie moeten gaan starten. En dan kan ik gewoon op de andere dagen wanneer de aflevering online komt van de Bold Type die verder kijken. Maar dat was wel heel vreemd. Dat Netflix daar dan toch weer op achterloopt. Op Videoland. Dat vond ik wel bijzonder, maar ik was wel heel blij dat ik hem toch kon verder kijken. Want eigenlijk wil je het liefst gewoon zo'n hele serie in één keer afkijken. Maar ik ben er harder doorheen gegaan dan ik dacht. En daarna heb ik weer lekker Papa Dag gekeken, dus dat was het ook. Ik heb nog even wat muziek op de iPod gezet. Ik heb wat boeken op mijn e-reader gezet. Dan kunnen die weer naar mijn USB-stickje. Ik ben weliswaar nog echt niet door mijn boek heen waar ik in aan het lezen ben. Maar hey, weet je, staan er gewoon alweer vast wat nieuwe bij. Verder was het een prima avondje. Ik ga zo eventjes een wasje bij elkaar rapen. Dan ga ik eventjes hier lekker aan de gang. Ik ga even kijken waar ik jullie bij kan zetten vandaag. Dus ja, tijd om maar eventjes wat te gaan doen. Want des te eerder ben ik klaar. Het is ook lekker een beetje bewolkt buiten. Ik ga even kijken hoeveel graden het is. Als het echt nog. Ja, ik ga toch even het raam opengooien. Het is 24,5 graden. Toch even het raam opengooien dat het een beetje kan doorwaaien. Want dan kan de temperatuur hopelijk weer wat naar beneden. Dus dat ga ik even doen. Dus ik ga even kijken waar ik jullie bij ga zetten. Ik ben inmiddels weer klaar. De katten hebben net hun eten op. Ik heb het raam inmiddels toch maar weer dicht gedaan. Ik vond het nou fris worden. Ook met de ventilator. Want ik heb gewoon kippenvel. Daar heb ik niet zoveel zin in. Ik heb jullie geprobeerd er een beetje bij te zetten. Bij het stofzuigen en zo. Dus ik hoop dat het een beetje goed is overgekomen. Maar goed, dat zal ik vanavond wel zien bij het editen. Ik heb hier volgens mij een opkomend puisje. En die doet onwijs zeer. Maar hij wil nog niet doorkomen. Dus de vraag is, doet hij het of doet hij het niet? Doorkomen. Ja, de was die draai ik nog, maar die zal straks wel klaar zijn. Dan kan, ja, een paar dingetjes mogen niet in de droger. Dus die hang ik gewoon even los op. En de rest kan dan mooi de droger in. Maar, oh, hij is klaar. Top. Ik ben er op zich best wel snel doorheen gegaan. Ik was 3:45 eigenlijk klaar. Toen heb ik nog even de keukenkastjes afgenomen. Toen ben ik maar even gaan switchen. Maar ik merk gewoon dat ik een beetje moe ben. Ik weet niet hoe het komt. Ja, het was op zich niet heel intensief het schoonmaken, maar ik merk toch dat ik wat vermoeider ben. Maar goed,
Geef niet. Ik ga zo toch nog even lekker relaxen en dan straks douchen, koken. Vanavond kijk ik maar gestalkt. Sowieso nog even verder met gamen. Dan ga ik de vlog afmaken, foto's bewerken, de boltype kijken en papa dag. En ja, dat is het ook wel. Niet echt spannende dingen nog meer op de planning, maar goed. Lijkt me logisch, want ik heb leef gewoon niet heel veel spannende dingen. Dus, maar goed, dat dus. En ja, dat wordt verder wel een relaxed avondje. Ik ben wel weer heel blij dat alles weer lekker schoon is. Geeft altijd een fijn gevoel. Dus word er altijd wel weer heel blij van. Ook lekker de bakken van de kat schoon. Dat is ook altijd weer iets waar ik echt naar uitkijk. Dus dan kan ik zo even de was in de droger gooien. En dan ja, ga ik even lekker relaxen. Ik ga bij deze dan ook de weekvlog afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ik heb overigens nog geen nieuws van mijn opa. Dus nou ja, misschien vanavond dat ik nog wat hoor en anders morgen. Ben je nou nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Het kan erop het rondje met mijn gezicht drukken. En op mijn kanaal zelf staat een rode button. Daarnaast vind je ook een belletje. En als je die aanklikt, krijg je dus een melding van zodra er een nieuwe video van mij online komt. Vond je deze video leuk? Misschien vind je het leuk om een duimpje omhoog te doen. Ik zou het wel leuk vinden in ieder geval. En ja, dan wil ik je voor nu gewoon heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik je eigenlijk gewoon mijn volgende video weer te mogen zien. Doeg!